U bent live in onze uitzending van 10 uur ambassadeur van de Swan. Wat kunt u ons vertellen over de rol van de Nederlandse ambassade bij het vertrek van mevrouw Asawini uit Suriname? Het volgende. Wij kregen te horen op enig moment dat mevrouw Asawini zou zijn opgepakt door de Surinaamse autoriteiten. En we hebben toen heel snel getracht contact met haar te krijgen. Dat heeft enige voeten in de aarde gehad. Op een gegeven moment bleek ons dat zij was vastgezet in het politiebureau Geiersvliet. Daar zijn wij naartoe gegaan, tot 2 keer toe. En toen bleek dat zij vertrokken was onder politiebegeleiding vanaf het bureau Geiersvliet. Met voor ons onbekende bestemming. En later bleek ons dat zij dus onder politiebegeleiding naar Frans-Guyana, naar Cayenne was gebracht. En toen? En toen heb ik een gesprek gehad met minister Amoxi en met minister Ramdin. En die vertelde mij dat zij dus daar op Cayenne stond en niet toegelaten werd tot de vlucht naar Parijs. Omdat zij niet voorzien was van deugdelijke reisdocumenten. En toen ik vroeg wat voor reisdocumenten ze dan haar hadden gegeven, of wat die ze bij zich had, werd mij verteld dat de Surinaamse autoriteiten haar een reisdocument of een laissez-passer hadden gegeven. En dat op basis daarvan zij werd toegelaten tot de vlucht naar Parijs. En toen? Ja, toen vroegen de heren mij hoe nu verder. En ja, ik heb toen gezegd, luister, als het gaat om een Nederlandse staatsburger, dan moeten wij eerst de gelegenheid hebben om met de betreffende persoon te kunnen spreken, om vast te stellen of zij inderdaad de Nederlandse nationaliteit bezit. Dat hadden wij willen doen op Geiersvliet. En toen bleek ons dus dat ze al vertrokken was. En wij kunnen alleen reisdocumenten afgeven wanneer wij eerst met de betrokken persoon hebben gesproken. Dus toen was de enige oplossing. En daarop is besloten door minister Amoxi om mevrouw Asawini weer terug te brengen naar Paramaribo. Toen hebben wij de gelegenheid gehad om met haar te spreken. Dat was de eerste keer dat wij fysiek met haar gesproken hebben. Maar klopt het dat de Nederlandse ambassade vond dat ze teruggehaald moest worden naar Suriname? Nee, dat hebben wij nooit gezegd. Ik heb alleen gezegd dat wil zij een reisdocument hebben, dan is het nodig dat wij mevrouw Asawini in persoon spreken. Dat hebben wij gezegd. Maar nu heeft gisteren de minister van Justitie en Politie een uitgebreide persverklaring uitgegeven over hun relaas van het uitzetten en het vertrek van mevrouw Asawini. Wat vindt u als Nederlandse ambassade van wat daar is gezet in het persbericht? Ja, de uitspraken die daar gedaan zijn, die zijn volledig voor rekening van minister Amoxi natuurlijk. Het verbaast mij niet dat de Franse autoriteiten mevrouw Asawini niet toelaten op basis van een door de Surinaamse autoriteiten uitgegeven reisdocument. Want dat is natuurlijk niet geldig. En ik ben ook enigszins verbaasd over de uitspraak van minister Amoxi wanneer hij zegt, wij hebben mevrouw de grens overgezet naar Frans-Guyana en daarmee is de uitzetting een feit en hebben wij er verder niks meer mee van doen. Dat begrijp ik echt niet. Uitzetting van een ongewenste vreemdeling dient te geschieden naar het territorium van de staat waar die persoon in kwestie de nationaliteit van heeft. Dus dat is Nederland. Dus als men al mevrouw Asawini had willen uitzetten, dan had het gewoon via de directe weg kunnen geschieden. Er zijn 2 vliegmaatschappijen die vanuit Paramaribo naar Amsterdam vliegen, de SLM en de KLM. Dus die omweg via Frankrijk is voor mij raadselachtig waarom men daarvoor heeft gekozen. En vervolgens heeft de ambassade haar begeleid naar Sanderij? Ja, op haar verzoek. Ze wilde vertrekken en toen hebben wij gezegd, dan als je dat wilt, dan begeleiden wij jou. En waarom? En dat is gebeurd vervolgens. En waarom heeft de ambassade haar begeleid? Liep ze gevaar? Omdat ze daar zelf om vroeg. Maar liep ze gevaar? Dat kan ik niet beoordelen. Dat kan ik niet beoordelen of dat zo. Wij hebben haar wens gehonoreerd en haar begeleid naar Sanderij. Maar het is wel opvallend, want niet iedere Nederlandse staatsburger die naar Sanderij begeleid wil worden, kreeg begeleiding van de ambassade. Ja, maar zij was natuurlijk in politiehechtenis en zij stelde er prijs op om op deze manier het land te verlaten. En dat verzoek hebben wij gehonoreerd. En hoe kwam ze plotseling wel aan haar Nederlands paspoort? Dat had ze blijkbaar thuis, bij haar hier waar ze woonde. Okay. In ieder geval kon zij op dat moment een rechtsgeldig Nederlands paspoort tonen aan ons. En dan heeft ze dus toegang tot Nederland, dat is duidelijk.
Maar eerst toen ze naar Franciano werd gebracht, had ze dat Nederlands paspoort niet. Blijkbaar niet. Dan had ze dat niet bij zich. Ja. En als de Surinaamse autoriteiten contact met ons hadden opgenomen en ons de vraag hadden voorgelegd, is deze mevrouw, heeft die de Nederlandse nationaliteit, dat hadden we dan, dan hadden we dat kunnen uitzoeken. Maar die vraag heeft ons nooit bereikt. Maar volgens de Surinaamse autoriteiten wel? Dat, die uitspraak laat ik voor rekening van de nationale Surinaamse autoriteiten. Ik kan u alleen zeggen dat, dat verzoek ons nooit heeft bereikt. Want de indruk werd gewekt dat de Nederlandse ambassade haar eerst moest spreken en dan moest uitzoeken of ze een Nederlands paspoort had. Ja, zeker. Dat is natuurlijk zo. Iemand die zonder dat hij in het bezit is van een Nederlands paspoort beweert een Nederlandse nationaliteit te hebben, ja, dan moeten wij eerst dus die persoon in kwestie spreken. En dat hebben wij ook getracht te doen. Wij zijn tot 2 keer toe naar het politiebureau Geiersvliet gegaan, waar ons gezegd was dat mevrouw daar in hechtenis zou zitten. En toen bleek dat op dat geval, toen wij daar kwamen, bleek ze daar dus niet meer te zijn. Met voor ons onbekende bestemming te zijn vertrokken. En zoals ik al eerder zei, later pas werd ons duidelijk dat zij door de Surinaamse autoriteiten naar Guyana was gebracht. Frans Guyana bedoel ik, Cayenne. Ja, Roos heeft Cayenne niet eens gehaald. Ze is tot Sint-Laurent gekomen, geloof ik. Maar wat vindt u, ambassadeur, van alle aantijgingen aan haar adres door justitie en politie? Daar kan ik geen uitspraak over doen, want dat is een kwestie van de Surinaamse justitie en de Surinaamse autoriteiten. Dus ik lees daar alleen over wat ik lees in de kranten en in de media en daar heb ik verder geen uitspraak over te doen. Daarover te doen. Maar nu gesproken met minister Amoxi? Nee, daarover heb ik niet gesproken met de bijen. Dat de Surinaamse autoriteiten. Daar doe ik geen uitspraak. Maar als iemand zich bijvoorbeeld in Suriname, maar als strafbare feiten schuldig heeft gemaakt en vervolgens naar Nederland vertrekt, maakt Nederland zich daarover niet druk? Het is een kwestie van de Surinaamse autoriteiten en ik weet officieel niet aan welke wetsovertredingen mevrouw Assawini schuldig zou hebben gemaakt. Ik heb geen documenten gezien waaruit dat zou kunnen blijken. Maar wat vindt u ervan dat ze een ongewenste vreemdeling is verklaard? Ook dat is een uitspraak waar ik mij niet aan waag. Dat is aan de Surinaamse autoriteiten om te besluiten of ze verblijfsvergunningen al dan niet en op welke gronden dan ook intrekken. Daar laat ik me niet over uit. Ambassadeur, wat vindt u al van dit alles, die hele gang van zaken, tot slot? Nou, wat mij verbaast is dat mevrouw, zeg maar, op de wijze waarop dat is geschied, naar Frans Guyana is gebracht, zonder dat wij daarover zijn geïnformeerd. Wij hebben een officiële nota gestuurd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, om daarover meer inlichtingen te verkrijgen. Ik denk dat veel van de commotie die nu is ontstaan en de onduidelijkheid die nu is ontstaan, vermeden had kunnen worden als wij direct terstond, toen mevrouw was opgepakt, in kennis waren gesteld daarvan. En dan hadden we daar naar kunnen kijken. En dat is helaas niet gebeurd. En daardoor heeft de zaak een wending gekregen die niet had hoeven krijgen. En gaat u dat ook doorgeven aan de Surinaamse autoriteiten, wat u ervan vindt? Nou, wat ik u nu net zeg, dat eerder met ons contact had moeten worden opgenomen. Dat heb ik in de tijd in het gesprek ook tegen minister Amoxi en minister Ramdin gezegd. Dank u wel, ambassadeur. Een goede dag verder. Oké, dank u wel. Goedemorgen.